Woensdag is het zover, dan kunt u kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. Mijn naam is Wietse Hummel, ik ben communicatieadviseur van de gemeente Harderwijk. En ik neem u mee in deze uitzending en ook de volgende uitzendingen in de verkiezingen van morgen van 21 maart. Ook aanwezig in de studio is onze burgemeester, burgemeester Harmia van Schaik. Welkom. Dank. Ik zal u zo meteen een paar vragen stellen. Woensdag 21 maart zijn er dus verkiezingen. We beginnen om 19:30. Dan gaan de stembureaus open, alle stembureaus Harderwijk. En die sluiten dan s'avonds om 9 uur. Maar we hebben ook een aantal mobiele stembureaus. En dat zijn de stembureaus Station Harderwijk en enkele verzorgingstehuizen. U ziet hier de tijdstippen waarop die mobiele stembureaus open zijn. Maak er alsjeblieft gebruik van. Zeker ook Station Harderwijk. Maar in ieder geval, woensdag gaan we dus stemmen. Burgemeester, nogmaals hartelijk welkom. Stemmen is voor u ontzettend belangrijk, want u bent de voorzitter van de gemeenteraad. Kunt u uitleggen waarom de verkiezingen zo van belang zijn? Ja, allereerst, je noemde net een aantal stembureaus. En we hebben morgen de primeur met een mobiel stembureau, ook op Station Harderwijk. Daar beginnen we niet om 19:30, maar al om 6:00. Dus je kunt tussen 18:00 en 19:00 daar stemmen. En 's middags tussen 17:00 en 20:00. Dus we beginnen als eerste stembureau in Gelderland. En waarom doen we dat? Omdat we het heel belangrijk vinden dat mensen gaan stemmen. Dat was ook de vraag. Nederland kent een democratie en dat zorgt ervoor dat iedereen mag meedoen die boven de 18 is en stemgerechtigd is. En dan is het dus ook belangrijk dat je daar gebruik van maakt. En zeker met de gemeenteraadsverkiezingen gaat het om politiek heel dichtbij. Namelijk de politiek in je eigen buurt, in je eigen wijk, in je eigen stad. En je kunt zelf een keuze maken voor welke partij je wil gaan. En die partij bepaalt voor een groot deel ook weer op welke manier de stad invulling wordt gegeven aan wonen, aan leven, aan kunst en cultuur, aan sport, et cetera. En de kleur van de partij is heel vaak bepalend voor op welke manier dit gebeurt. Dus ga vooral stemmen om jouw geluid en sturing erin mee te geven. Dank u wel. Kunt u ook wat voorbeelden noemen van de afgelopen 4 jaar waarin de gemeenteraad belangrijk is geweest? Nou, wat je, als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar ziet, is dat we natuurlijk begonnen met een discussie over de koopzondag. Dat was de periode daarvoor, was dat ingesteld. Direct na de aantreden van het nieuwe raad werd dat weer stopgezet. Dan merk je dus hoe bepalend het kan zijn welke gemeenteraad er zit. Daarnaast speelt bijvoorbeeld op thema's als kunst en cultuur de stad als podium. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van sport heb je te maken met de open clubgedachte en de invulling van de Sipel. Zo zijn er heel veel onderwerpen die langs zijn gekomen. Ik noem er nu 3. Waarbij de raad en de verdeling over de partijen in die raad heel bepaald is voor de keuzes die zijn gemaakt. Dan hebben wij in ons land een kabinet. We hebben vorig jaar verkiezingen gehad, landelijke verkiezingen gehad. En we hebben de provinciale staten. We hebben het Europese parlement. Maar waarom is dan juist ook de gemeenteraad zo belangrijk in al deze verkiezingsstrijd, laat ik het maar zo noemen? Als je kijkt naar de voorbeelden die ik net eventjes noemde, dan zie je dus dat de thema's die daar voorbij kwamen eigenlijk heel dichtbij zijn. Namelijk in je eigen buurt, in je eigen wijk, in je eigen stad. Het kabinet kijkt in Den Haag vooral naar wat is goed voor heel het land. En ook voor verschillende steden en gemeenten, maar dat is wat meer op hoofdlijnen. De provincie die kijkt ook naar een iets ander gebied. En je ziet dat heel veel dingen vanuit de gemeente zijn ontstaan en doorgegeven worden naar de provincie en Den Haag. En tegelijkertijd andersom de vertaling hier juist in de gemeente plaatsvindt. En dan is het nogal belangrijk wie daar zit in die raad of in dat college. Want de raad kiest dan weer een college uit haar midden om dan sturing te gaan geven. En dat gaat gewoon om een bestemmingsplan. Waar kun je wel wonen, waar kun je niet wonen, waar kun je ondernemen, op welke manier. Het gaat om een welstand. En dat is natuurlijk, in het kabinet gaan ze niet praten over de welstand van Harderwijk. En in het kabinet praten ze ook niet over ons bestemmingsplan. Maar het is heel, heel belangrijk voor wat er naast jou mag gebeuren of wat er in jouw eigen tuin kan. En die politiek, de politiek van dichtbij, die gebeurt in de gemeenteraad. Nou hebben we als stemgerechtigden in Harderwijk en ook elders in Nederland hebben we 2 passen gekregen, 2 stempassen. Namelijk 1 voor de gemeenteraadsverkiezingen en 1 voor het raadgevend referendum. Kunt u daar wat meer over vertellen? Waarom moeten wij gaan stemmen in het kader van een raadgevend referendum? Wat valt er te stemmen? Ja, nou, het raadgevend referendum is een heel moeilijk onderwerp. En je merkt dat heel veel mensen eigenlijk niet zo goed weten waarom ze gaan stemmen en wat dat nou betekent. Tegelijkertijd zie je dat het eigenlijk gaat om een onderwerp wat ons allen kan aangaan. Want het referendum gaat over op welke manier mogen de veiligheidsdiensten gebruik maken van informatie die in ons land bestaat. En als je kijkt naar de infrastructuur die wij kennen, dat gaat niet alleen om wegen,
hè, waar je overheen rijdt met je auto, maar ook over digitale snelwegen. En juist de digitale snelwegen, daar gaat het referendum over. Dus je ziet dat, wat mogen die veiligheidsdiensten volgens die wet? Die mogen kijken, waar komt iets vandaan, waar gaat iets naartoe? En welk verkeer gaat over die weg? En de discussie die nu plaatsvindt via dat referendum gaat eigenlijk over hoe lang mogen die veiligheidsdiensten die informatie bewaren voordat ze het weggooien, want ze krijgen heel veel informatie, ze slepen dat bij elkaar. Maar het gaat er dan niet om op individueel niveau welke informatie we naar boven trekken, maar veel meer dat verkeer brengen we in beeld. En hoe lang houden we dat vast om op een goede manier onze veiligheid in ons land te kunnen waarborgen. Nou, en daar kun je over verschillen van mening wat je goed vindt en daar gaat het referendum over. Dank u wel. Heel heldere uitleg. En het wordt inderdaad spannend met 11 partijen, politieke partijen, 11 fracties, elf fracties of partijen, laat ik het zo zeggen. Het is belangrijk dat u gaat stemmen. Hè. U heeft een stempas gekregen, ook voor de gemeenteraad, maar ook voor het raadgevend referendum. Maak er gebruik van. En als u niet kunt stemmen, dan kunt u zich ook laten vertegenwoordigen. Maar zorg er wel voor dat die pas wordt ondertekend door u en dat degene die u gaat vertegenwoordigen, uw identiteitsbewijs en een paspoort mee heeft, want anders is de stem niet geldig. Dat was het voor vandaag. We komen nog terug met nieuwe uitzendingen. In de loop van de dag, morgen de verkiezingsdag, zullen we ongeveer een beeld geven hoe de verkiezingen verlopen. Dan is de burgemeester ook aanwezig. Burgemeester, ik wil u ontzettend bedanken voor uw toelichting en heel veel plezier en heel veel succes morgen. Want ja, stemmen is ook plezier, het is ook uitkijken, het is spannend. We gaan kijken naar een nieuwe gemeenteraad. En mocht u bovendien wat meer informatie willen weten, dan kunt u terecht bij onze website www.harderwijk.nl/verkiezingen. Daar kunt u meer informatie vinden, ook over de mobiele stembureaus. Morgen dus gaan we verder met wat andere uitzendingen. En dan zie ik u weer terug.